Op een dag begon het leger verschrikkelijk te bombarderen. Elke seconde. Ik was in het veldhospitaal en de mensen daar zeiden: Je moet nu vertrekken. De auto die mij naar de andere kant bracht, werd getroffen door vijf kogels. Dat was meer dan anders. Ik werd om middernacht gebeld door de man die mij had gereden. Hij kon niet meer terug. Er waren tanks in de straten, snipers, checkpoints. De oude stad was helemaal afgesloten. Hij kon niet meer naar huis. Ik had niet verwacht dat het de regering zou lukken het vrije gebied echt af te sluiten. Ik dacht, natuurlijk pakken wij het gebied terug. Het leger van Assad vecht om zich te bewijzen, maar de revolutie, de mensen van onze kant, die vechten omdat ze niets te verliezen hebben. Ik liep met mijn vriend eenmaal door de straten. Je ruikt en je hoort de bommen op de oude stad. Het ging de hele tijd door. Tussen de gebouwen konden we de Quini-straat zien. Een grote winkelstraat waar we vroeger vaak kwamen. Er werden gebouwen gebombardeerd. Ze lagen ineens op die weg. Er was een shoppingmall van twaalf verdiepingen die door een raketaanval in elkaar zakte. De verdiepingen schoven zo de straat op. Het leek wel een trap. Het was een gek gezicht. Je ziet een gebouw instorten en je denkt: Jeetje, dit stond er pas net. Het was nog niet eens af. Ze bliezen gewoon alles op. De tanks vuurden non-stop. Alle soorten tanks, alle soorten bommen, vatenbommen, clusterbommen, mortieren, alles. Je zag wat het doel was. Ze wilden de oude stad definitief afsluiten en iedereen vermoorden. Ik dacht aan mijn vrienden van het Veldhospitaal. Als ik die avond bij ze was gebleven, was ik er misschien wel nooit meer uitgekomen.